uit, hè, René? Ja, dankjewel. We hebben vandaag op Werelddierendag hebben we de opening van de hondenwasstraat op Nieuw-Kijkduin. Juist. Daar zijn we heel blij mee. En we hebben geprobeerd in ieder geval zoveel mogelijk mensen met een hond hier naar Nieuw-Kijkduin te halen. Ja, want je wil een wereldrecordpoging doen van zoveel mogelijk honden op één foto. Nou, het wereldrecord staat op 720 honden. Dat is in handen van een Russische dame. En wij gaan proberen dat te verslaan. Als ik nu om me heen kijk, is dat best ingewikkeld. Ik denk dat op dit moment kleine 150 honden zijn. Je geeft niet nu al op, toch? Nee, ik geef nooit op. En het is nog geen. Het is een beetje indekken, geloof ik. Nee. Indekken doe ik niet aan. Nee, joh, ik ben daar heel sportief in. We gaan gewoon vandaag alle honden verwennen. Ieder hond die mag gratis wassen. We hebben gratis een maaltijd bij Pavarotti. En we vinden het gewoon heel leuk om vandaag de honden in het zonnetje te zetten. Eigenlijk is het record 720. Ik heb er zelf 21. Die zijn ook hier. Dus je hebt zelf 21 honden? 21 honden en dat is een beetje uit de hand gelopen hobby voor mijn vrouw. En iedereen neemt een souvenirtje mee als hij in het buitenland is, maar wij nemen meestal een zielig hondje mee. Okay. Dus vandaar dat we heel veel hondjes thuis hebben, klein en groot. Ja. Maar dat betekent dat we er nog 700 nodig hebben en daar zijn we op dit moment we zijn aan het tellen. Citeert, dierendag, maar u bent er ook wel een beetje ingetuind natuurlijk. Nou, niet helemaal. Ja, wij kennen deze ondernemer, dus we komen eigenlijk op de koffie. Ik denk laat ik gewoon de 3 honden meenemen. Nee, maar ik bedoel, u bent een man, weet je wel, en dan 3 van die hele kleine hondjes. U heeft niet de broek aan thuis, dat kan bijna niet anders. Nee, dat heb ik niet. Wat zegt u? Hij is zo gek op mij dat hij dit voor mij doet. Ja, toch? Ja. Speciaal vrijgenomen ook. Ja, want echt mannelijke honden zijn het niet. Nou, ben ik niet helemaal met eens hoor. Nee? Nee, zeker niet. Nee, je mag hem waaien, maar ik weet niet of je je vinger kwijtraakt. Dus. Hoe vieren we vandaag, mevrouw? Nou, we gaan een extra rondje over het strand. Smullen? Smullen ook, ja. Lekker iets gekookt voor haar. Ja. En dan doet u dus mee aan de wereldrecordpoging, denk ik? Nou, dat weet ik niet. Ligt eraan hoe het bij elkaar komt. Als het een beetje rustig is, dan ga ik het meedoen. Vieren we het vandaag? Zoals eigenlijk altijd. Hè. Gewoon lekker eten krijgen ze altijd. Dus voor de rest zal er niet veel veranderen. Nee. En dan bent u hier voor de wereldrecordpoging, denk ik? Ja, leuk. Ja, ik las het. Dus ik denk, ga even kijken. Ja. Gaan we het redden, denkt u? Ik denk het niet als ik zo kijk. Nee, dat denk ik niet. Nee. Er is niet zoveel eigenlijk. Maar het is ook wel een beetje een hele rare tijd. Hè. Om 3 uur zijn de meeste mensen aan het werk, denk ik. Ja. Maar u niet? Nee, ik niet, nee. Kijk, snap je? Hond 51. Ja. 151, René, dan we komen niet echt in de buurt. Ja, en heb je deze al? Ja, die hebben we. Oh, nou hier. Klasse mevrouw, 152, 153. Kijk, ik ben sportief verliezer. Ik ben heel blij met 151 honden. Ik had er liever 750 gehad. Maar aan de andere kant, we zijn op Nieuw-Kijkduin. Dat is de bedoeling. Heel veel mensen zijn hier vandaag. Het is heel leuk om hier je hond uit te laten. Maar het is ook heel leuk om hier dadelijk leuke dagen met mooi weer te maken. Dus, je weet het goed te pluggen, hè? Kom bent een echte ondernemer. Kom allemaal terug, zou ik zeggen. En nu de foto, geloof ik. We gaan een foto maken. Okay. Ben je erbij? Ik ben erbij.